Eindelijk mag het weer. Redelijk volle tribunes in Zwolle, waar zo'n 3000 fans kijken naar de voorlaatste oefenwedstrijd van PEC Zwolle. Tot vroeg in de wedstrijd balverlies van Joey Veerman. Pelle Clement probeert het van ver, maar krijgt de bal niet langs Xavier Maus. De doelman die PEC verruilde voor Heerenveen deze zomer. PEC speelt op verzoek van Heerenveen in de groene uitshirts. En dus is dit Heerenveen in de aanval met Joey Veerman. En die maakt het heel fraai af. Hij wil graag een transfer maken. Feyenoord heeft interesse, maar voorlopig voetbalt hij bij Heerenveen. En zo kan Joey Veerman zichzelf nog nadrukkelijker in de etalage zetten met deze fraaie 1-0 voor Heerenveen. Houtmaier geklopt. PEC dat niet op volle sterkte speelt. Huiberts, Strieder, Kersten zitten op de bank. Saimark heeft een lichte blessure overgehouden aan de oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe, die verdienstelijk in 2-2 eindigde deze week. En nu veel pijn voor Bogniewicz. Verdediger van Heerenveen die voelt aan zijn knie, schreeuwt het uit van de pijn na deze ongelukkige aanraking met Eliano Reinders. En het ziet er slecht uit voor de verdediger van Heerenveen. Mees de Wit, hij is de linksback, krijgt de bal terug van Pelle Clement. Maar dan komt de voorzet niet bij een ploeggenoot. Dat is vaker het euvel in deze eerste helft. Volop ruimte voor De Wit om op te stomen. Maar de eindpaas, daar schort het aan. En zo wordt PEC Zwolle niet vaak gevaarlijk in de eerste 45 minuten. Reinders, op rechts Castaneer. De nieuwe aanvaller van PEC Zwolle. Aardige poging, maar wel voorlangs. Speelde eerder met ADO en NAC in de Eredivisie. En hij is duidelijk ontevreden met deze poging. Slotfase van de eerste helft. Stevanovic, debutant bij Heerenveen, wordt gehuurd van Manchester City. Wil een vrije trap van scheidsrechter Blom, maar krijgt hij niet en is het daar duidelijk niet mee eens. En dan moet Bram van Polen het ontgelden. En die is daar niet van gediend. Zo raken de gemoederen verhit in de slotfase van deze eerste helft. Komt ook Henk Veerman zich ermee bemoeien. Ja, het is een overtreding die je van mijlen ver ziet aankomen. Scheidsrechter Blom lost het op met wat vermanende woorden. Ruststand dus 1-0 voor Heerenveen. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Heerenveen in de aanval. Ze beginnen de competitie over twee weken met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En hier is balverlies van Nygren en de countermogelijkheid voor Slobodan Teric. Snijdt goed naar binnen. Komt dan wel in de drukte uit. Clement. Op rechts Landu. Hij is in de ploeg gekomen voor Castaneer in de tweede helft. En het schot in de korte hoek gepakt door Maus. Heerenveen verdedigt, PEC valt aan met Tedic, Clement, Paal. Mooi paasje op Slobodan Tedic. Aardige mogelijkheid voor de Servische spits, maar die bal had meer naar de hoek gemoeten. En dat weet Tedic zelf ook. Halilovic ontdoet zich van Rico Strieder en heeft dan ruimte om op te stomen. Op rechts een invaller van Bergen. Die geeft die bal vrij voor naar een andere invaller en die maakt het ook weer mooi af. Siem de Jong met de 2-0. Heerenveen komt niet heel vaak in de 16 van Zwolle. Maar als ze erop duiken, dan levert het een mooie treffer op. Eerst al van Joey Veerman. Nu is Siem de Jong de gevierde man. Nu staat PEC Zwolle op een 2-0 achterstand. Strieder. Westerman. Landu. Een mooi balletje achter zijn standbeen langs. En weer vindt hij Xavier Maus op zijn weg. De doelman die bij PEC Zwolle toch niet al te vaak de nul wist te houden, stevend nu wel af op een clean sheet. Laatste mogelijkheid voor Bram van Polen, maar ook hij ziet zijn kopbal in de handen van Maus belanden. En zo verliest PEC Zwolle de laatste thuiswedstrijd in de voorbereiding. Volgende week de laatste oefenwedstrijd uit tegen Heracles.